Femke, welkom bij de DWD Klaslokaal. Logo's en huisstijldrukwerk bouw je meestal op met PMS-kleuren. Maar soms is het nodig om die PMS-kleuren om te zetten naar CMYK. Bijvoorbeeld als je kiest voor full-color drukwerk. Ook is het nodig PMS-kleuren te converteren wanneer je je bestand digitaal wil afdrukken. Dat kun je alleen doen met CMYK of full-color bestanden. Vandaag leg ik je uit hoe je PMS-kleuren converteert naar CMYK-kleuren met behulp van de Pantone Color Bridge. De Pantone Color Bridge is een kleurenwaaier met daarop meer dan 1600 verschillende Pantone kleuren en een CMYK tegenhangers. De PMS kleuren zie je links en de CMYK kleuren aan de rechterkant op elk blad. Het huisoranje van drukwerkdeal.nl bijvoorbeeld is PMS 165, deze dus. Daarnaast, aan de rechterkant, vind je de gelijkwaardige kleur in CMYK. Onder het kleurvakje zie je de meest ideale opbouw in CMYK om de PMS kleur zo dicht mogelijk te benaderen. Let op, dit zal in de meeste gevallen afwijken van de standaardomzetting van je grafische programma. Maar we raden je aan de waaier aan te houden, deze is nauwkeuriger. Een heel verschil zoals je ziet. De CMYK kleur is een stuk donkerder en minder fris vergeleken met de PMS kleur. Om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk dat je altijd rekening houdt met dit kleurverschil als je besluit om je bestand toch full color in CMYK af te drukken. Kleurverschillen tussen PMS en CMYK komen eigenlijk altijd voor, maar dit is zeker zo bij heldere en frisse kleuren zoals PMS 165. Bij donkere kleuren wordt het verschil kleiner. Het kan handig zijn om daarmee rekening te houden als je een logo gaat ontwerpen. Pantone 376 bijvoorbeeld is een groen dat met veel minder verschil converteert naar CMYK dan het veel heldere Pantone 375. Dit kan een argument zijn om voor de eerste kleur te kiezen, Pantone 376 dus. Zo kan je jouw huisstijldrukwerk zonder hele grote verschillen zowel full color als PMS afdrukken. Natuurlijk is het niet het enige argument. Soms wil je gewoon een frisse en heldere kleur voor je design, maar het is iets om rekening mee te houden als je ontwerpt voor jezelf of voor je klanten. Onthoud in elk geval dat kleurverschillen altijd ontstaan als je PMS-kleuren converteert en dat deze verschillen groter zijn bij lichte dan bij donkere kleuren. Check altijd even op kleurverschillen in je kleurenwaaier voordat je je bestand in druk zet. Ik heb je in deze DWD-klaslokaal laten zien hoe je Pantone-kleuren omzet naar CMYK-kleuren met behulp van de Pantone Color Bridge. Deze kleurenwaaier bestel je op drukwerkdeal.nl door op het link hieronder te klikken. Heb je na het zien van deze video nog een vraag? Stel hem dan in de comments. En heeft deze video je geholpen? Geef ons dan een like. Tot de volgende keer! Drukwerkdeal.nl